30 minutes, nummer 1523, met een uitzending van vandaag 15 januari 2019. Dus de bulletin van dinsdag. Beetje vervelend, ik had meerdere dingen voorbereid, maar ik heb de afgelopen nachten nogal slecht geslapen. En in de tijd dat ik eigenlijk de Daily Minutes had moeten voorbereiden, ben ik dus ongepland in slaap gevallen nadat ik wat gegeten had. En schuiven dus diverse dingen door naar morgen, maar om te voorkomen dat het een heel korte uitzending wordt, zend ik vandaag na de bijdrage van nu ook nog het grootste deel van de uitzending van gisteren uit, inclusief de DRM op het eind. Die schreef bij mij niet, maar bij Peter PA3 FBO kwam de cartoon prima binnen. Een van de dingen die naar morgen doorschuift is een vergelijking van het geluid op de korte golf van een reële uitzending in AM en van hetzelfde signaal in DRM. Vandaag komt het rapport van het IARO Monitoring System uit. System, moet ik zeggen. Dat is wat vroeger de Intruder Watch heette. Het was deze maand niet zo'n uitgebreid rapport als anders. Het laat Spaanse vissers zien die onze exclusieve 80 meter band gebruiken. En verder veel Russische signalen, onder andere op 60 meter, waar een Russisch over de horizonradar werkt. Het rapport meldt vaak ook de legale signalen, zoals bijvoorbeeld van Defensie van Rusland en van Denemarken, op 60 meter. Dat doe ik niet meer. Het betreft hier een gedeelde amateurband. Als je de band wilt gebruiken, moet je ervan op de hoogte zijn dat dit medegebruikers zijn. Als ik het goed heb, ook nog eens primaire medegebruikers en wij zijn secundair in die band. Je mag andere etengebruikers sowieso niet storen. En dat geldt hetzelfde voor legale als voor illegale gebruikers. Op 40 meter moet ik zeggen. Ik heb hier 50 meter staan, maar dat klopt niet. Op 40 meter zit in de CW-band het Chinese over de horizonradar. Of die zat daar meerdere keren. En verder Franse vissers in telefonie. En veel Russische signalen in PSK en Bakas in CW, ook uit Rusland. Ja, tot zover helaas. Anders raak ik in tijdnood. Ik ga morgen verder op het item in. Bedenk dat vanavond de D-Star-ronde plaatsvindt vanaf 8:30 op allerlei D-Star-repeaters en op de stream die ervoor is. En morgenavond is de eerste SSB-ronde van het jaar in de regio Arnhem op 2 meter. Info daarvan onder andere op www.pa2old.nl. www.pa2old.nl. Enkele luisteraars naar Slowscan Radio hebben me op het spoor gezet hoe ik de DRM robuuster krijg, maar de plaatjes die gaan dan tegelijk ook een heel stuk trager. Vandaag zend ik aan het eind een afbeelding in deze robuuste DRM-modus uit, aan het eind van de uitzending dus. Het volgende item is een bewerking van een tekst op arrl.org. Het item dat gaat over D-Star nanosatellieten en over testen met de S-HAL geostationaire amateursatelliet. Op 27 december bracht een Soyuz-lancering de twee Duitse Orbital Systems D-Star 1 satellieten, D-Star 1 Sparrow en D-Star 1 ESAT in een baan om de aarde. De bakens van de tweelingsatellieten zijn met succes ontvangen, van beide satellieten dus. Ik begrijp alleen dat de twee vrijwel identieke satellieten door de amateurs niet goed uit elkaar te houden zijn. Beide satellieten die hebben een D-Star repeater aan boord met een uplink van 437.325 en een downlink op 435.525. De D-Star 1 Phoenix 3 U-CubeSat, die bijna een jaar geleden in februari werd gelanceerd, is destijds verloren gegaan. De D-Star missie van deze winter bestond uit drie D-Star CubeSats. Een paar Canopus V-satellietsensoren met afstandsbediening detecteerden de primaire lading. De vlucht had in totaal 28 satellieten bij zich, dat is niet gering. Maar je ziet het wel meer tegenwoordig, dat was laatst eentje van 70 volgens mij. Tijdens de eerste low elevation pass over Berlijn heeft ons team een succesvol contact met beide satellieten tot stand gebracht, zo meldde German Orbital Systems. De ontvangen telemetrie bevestigt de nominale status van alle systemen. Dezelfde Soyuz-vlucht in december zette ook de UWE-41U CubeSat in een baan om de aarde met een elektrisch voortstuwingsexperiment. En verder een 70 centimeter 9K6 AX25 digipeter met uplink en downlink frequentie op 437.375. Elders meldde Amsat Duitsland dat het in orbit testen van de ham radio transponders op de SHL-2 satelliet is begonnen. Dat is die geostationaire satellieten. Volgens mij is dat nieuws overigens al wat ouder. Amsat DL waarschuwt dat er in elk geval niemand moet proberen te zenden op de SHL-2 uplink. Nou is dat volgens mij ook niet zo makkelijk, want je hebt daar apparatuur voor 10 gigahertz voor nodig. En daar komt toch wel enig zelfbouwen aan te pas volgens mij. Net als iedereen zijn we erg enthousiast over de ontvangen signalen tot nu toe. En we waarderen het controleren en ontvangen van rapporten van de amateurradiogemeenschap, zowel Amsat Duitsland. Ongevraagde uitzendingen op de SHL-2 uplink kunnen niet alleen de ingebruikname vertragen, maar ook de relaties met de satellieteigenaar SHL-SAT negatief beïnvloeden.
Ik heb trouwens begrepen dat het testen sneller lijkt te verlopen dan verwacht. En zodra alle in-orbit testen met succes zijn voltooid, zal de satelliet worden verplaatst naar zijn uiteindelijke geostationaire positie op 26 graden oost op de Van Allen-gordel. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
microfoon naar de toer.